Ik ben thuis, zoals je ziet. En er werd net een pakketje bezorgd. En ik rook eigenlijk al door de doos heen dat het Lush is. En dit is het pakketje. Het zijn de Lush kerstproducten. En toen ik dit zag, ik krijg het gewoon niet op beeld. Zo groot is het. Toen ik het zag, toen wist ik al gelijk van hier wil ik een unboxing van maken. Dus dat ga je zien in deze video. Het is een soort van boek. Althans, dat moet het voorstellen. Een soort van, met 12 Days of Christmas. Dus in de dagen voor kerst, in de 12 dagen voor kerst, pak je als het ware iedere keer een cadeautje uit. Ik ga ze nu alle 12 aan jullie laten zien. Omdat ik gewoon te ongeduldig ben eigenlijk. En het zijn dus de Lush kerstproducten die nu al in de webshop krijgbaar zijn. En vanaf 3 oktober, ik weet nog niet wanneer dat ik dit filmpje online ga zetten. Maar vanaf 3 oktober ook in de Lush winkels. Dus als je benieuwd bent naar de Lush kerstproducten, blijf dan vooral kijken. Oké, guys, here we go. Ik ga hem even gewoon hier wegleggen, dat is makkelijker voor mezelf. Ik ga het strikje openmaken. En oeh, oh mijn god, het is echt heel veel. This gift was lovingly handpacked by Lekkie's team, staat erop met een sticker. Als je Lush producten kent, dan weet je dat er altijd zo'n sticker op zit met degene die het gemaakt heeft. Dus laat ik gewoon even een voorbeeld geven. Ik begin hier. Ik begin gewoon linksboven, zoals je leest, zeg maar. En daarin zit, ik pak ook gelijk even het kaartje erbij, dan kan ik gelijk vertellen wat het is. Op het kaartje staat trouwens, for those who enjoy spending time with a book in the bath, relax with this Hans Christian Andersen inspired books of goodies. Dus dat is in ieder geval heel leuk. Oké, laat ik gewoon hiermee beginnen. Dit is Snow Angel, dus geen onbekende. En hij begint al een beetje te smelten in mijn warme handen. Het is een moisturizing cocoa butter bath melt that dissolves into shimmering a shimmering blanket of snow. Dus het is een bath melt. Die gebruik je dus in bad. Ik heb geen bad, maar ga wel regelmatig weekendjes weg en zo. En dan neem ik altijd Lush goodies mee die ik dan daar in bad gooi. En het is echt onwijs lekker. Deze, hij ruikt heel erg, best wel neutraal eigenlijk. Ik ruik ook iets kruidigs. Iets van kaneel of zo. Ja, en mijn vingers zitten al gelijk onder de glitters. Dat is dus echt typisch voor die Lush kerstproducten. Overal glitters en goud. En ja, dat is natuurlijk gewoon typisch kerst. Dus de Snow Angel. Het tweede vakje. Daar zit een zilveren ster in. Gelukkig ingepakt in folie. Anders zouden mijn handen weer helemaal onder zitten. Ik heb er trouwens een doekje bij gepakt om even mijn handen tussendoor af te doen. Dit is Starlight Star Bright Bath Melt. En... wederom een bath melt dus. En wederom helemaal covered in glitters. Super leuk. Echt voor de typisch kerst. Het derde vakje. Dit is... Oh wauw. Ik zit er weer onder de glitters. Volgens mij is gewoon ieder product poef, glitters. Het is... Hij heet Holly Go Lightly. En het is een bubble bar. Oh nice. En bubble bars die verbrokkel je eigenlijk een beetje in het badwater. En dan krijg je enorm veel bubbels door. Super leuk. En oh ja, hij ruikt ook echt... Hij brokkelt een beetje af. Maar hij ruikt ook weer een beetje kruidig. Weer kaneel, speculaas, kruidenachtig. Iets warms ruik ik. Gewoon echt zo'n typische kerstgeur. Weet je wel, foodie door de... Dat een beetje speculaasachtig ruikt. Wel lekker. Ik hou er wel van. Dan het volgende vakje. Even kijken. Oh ja, dat is een... die Olive Branch ken ik wel. Een douchegel. En die ruikt best wel warm. Ook een klein beetje kruidig. En ook een beetje fris. Doordat er volgens mij mandarijn in zit. Als ik niet vergis. Ja, mandarijn en bergamotolie. En... het is niet mijn favoriete douchegel van Lush. Dat is Snow Fairy. Misschien dat ik die ook nog ergens tegenkom. Maar ik vind hem wel lekker. Ja. In het vijfde vakje zit een body lotion. Celebrate heet die. En die ruikt gewoon echt heel fris. Ik ruik heel sterke citrusgeur. Vind ik lekker.
En er zou ook nog een splash of cognac in moeten zitten. Maar dat ruikt zo 1, 2, 3 er niet in terug. Een body lotion dus. Altijd welkom. In het volgende vakje zit weer een shower gel. Hot Toddy is dit. Die ken ik niet. Die ga ik even ruiken. Ik ruik hem niet zo goed. Oh, nou wel. Oh ja, die ruikt ook weer heel kruidig. Maar wel, niet zozeer naar kaneel of zo. Ja, misschien toch ook wel. Maar ja, ook gewoon weer zo'n kerstgeur. Maar toch wel anders dan die Holly Golightly Bubble Bar. Wel lekker, er zitten glitters in. Wauw. Dat zit in Snow Fairy, zit dat ook. Maar deze zijn goud van kleur. Heel tof. Ik weet niet of je het kan zien op de camera. Ik ga hem even. We zijn over de helft. Ik ga naar het volgende vakje. En daar zit een heel groot cadeautje in. Ah, oh, wat leuk. Kijk, het is een gouden cadeautje. Dit is, moet ik even kijken hoor, A Golden Wonder. Ik denk dat het een bathbom is. Dus een bruisbal. En oh, die ruikt wel redelijk fris. Ik had verwacht dat het weer zo'n kruidige geur zou zijn, maar hij ruikt best wel fris naar citrusachtige dingen. Even kijken. Oh, er zit lime in, ja. Even kijken hoor. For a golden luster-filled bath with refreshing lime oil and the uplifting scent of a sparkling cocktail. Nou, dat ruikt, zo ruikt hij echt precies. Gewoon echt zo'n fruitige cocktailachtige geur. Het is niet iets dat je verwacht bij een kerstcollectie misschien. Maar nou ja, door de vorm dan weer wel. Want het is een heel schattig gouden cadeautje. En hij is best zwaar. En ja, het lijkt me leuk om zoiets te krijgen. Het is echt leuk om cadeau te geven dus. In het volgende vakje zit Cinders heet die. En het lijkt me ook gewoon een bruisbal. Zo te zien aan de vorm. En oh ja, die ruikt dan weer wel heel erg kruidig. Ja, ik ruik steeds weer die kaneel en de speculaas ruik ik iedere keer erin terug. Toch heeft deze ook wel iets fruitigs. Ik vind hem, ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Misschien moet ik hem gewoon nog proberen en in bad gooien. Ik kijk trouwens heel veel naar mijn schermpje, sorry daarvoor. Ik vind hem wel apart door het kruidige en fruitige dat gecombineerd is. Ja, wel lekker. Oh jongens, ik word echt verwend. Dit is niet normaal om te krijgen. Wel heel leuk overigens. En heel erg leuk om uit te pakken. Ik ga naar het volgende vakje. En oeh. Oh, deze is ook weer zo huge. Het is, hij heet Lord of Misrule. Als ik het goed uitspreek. En het is, ik weet niet wat het is. Ik denk weer een bruisbal, zo te zien. Een bathbom dus. Ik kan de geur ook niet echt thuis brengen. Het lijkt wel gewoon van alles wat. Nou, deze moet je gewoon zelf gaan ruiken in de winkel, denk ik. Ik kan het gewoon echt niet omschrijven. Het is warm, maar ook iets zoets of zo. Ik weet het niet. Ga het ruiken in de winkel, zou ik zeggen. Ik maak het volgende vakje open. En daarin zit een zeepje. Dit is Karma. Ja, Karma ken ik wel. Karma is best wel een bekende zeep van Lush. Vind ik erg lekker. Hij is bloemig, maar ook zoet, wou ik zeggen. Maar hij is niet echt heel zoet. Hij is meer fruitig, dat wou ik zeggen. Maar hij ruikt naar sinaasappel en dat bloemige, weet ik niet wat het is. Oh, op het kaartje staat dat het patchouli is. Ja, daar kan ik me wel in vinden. Karma dus, echt een lekkere zeep die je zeker even moet gaan ruiken in de winkel. Als je van, als je een beetje van die citrusachtige, maar ook bloemige geuren houdt. Karma. Het ene laatste vakje alweer. En daarin, oh, daar zit wel iets heel leuks in. Dit is een Santa. Dashing Santa heet die. En het is een bathbom. En hij ruikt fruitig. Ook een beetje, sinaasappel weer en citrusachtig. Ik vind dat lekker. En zeker om af te wisselen met die kruidige geuren af en toe. Want ik kan me voorstellen dat het best wel heavy is. En dan als je dan zo'n
lichte, frisse geur tussendoor hebt, dan is dat wel lekker. Dashing Santa is dit dus. En in het allerlaatste vakje zit weer een zeepje. Nou, een zeepje. Het is best een behoorlijk stuk zeep. Dit is... Oh, dit is Honey I Wash The Kids, als ik het goed heb. Ja, dit, ja, die geur herken ik uit duizenden. Dit is volgens mij ook Lush best verkochte zeep. En ja, het is gewoon echt een hele bekende en ook toegankelijke geur. Als je deze niet kent, dan moet je die echt even gaan ruiken als je in een Lush winkel bent. Ja, hij is gewoon... Hij is een beetje zoet door de honing. Maar verder vrij neutraal. En gewoon heel zacht. En ja, echt een bekende Lush geur. En dat was alweer het allerlaatste product uit de doos. Ik ga proberen die doos nog even aan jullie te laten zien. Met alle producten. Ah, ik ga hem weer vrij snel terugzetten, want anders valt alles eruit. Ik weet niet of die doos ook te koop is. Lush heeft wel van die pakketten tijdens de kerst en tijdens andere feestdagen. Waar dus heel veel verschillende producten in zitten. Maar of deze doos ook te koop is, dat weet ik niet, moet ik eerlijk zeggen. Maar de producten los sowieso wel. Als je prijzen wil weten of als je meer informatie wil weten, dan kun je het beste even op de Lush site kijken. Dat is lush.nl. En daar kun je de producten ook gelijk bestellen als je dat zou willen. Je vindt er ook de filialen van Lush en ja, gewoon meer informatie. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden om te zien. En ik zie jullie snel weer. Doeg! Ik kocht een nieuwe zonnebril. Namelijk deze. Ik vond hem wel heel gaaf met het paars, blauw en groen. En volgens mij was die 2,50. Die vond ik wel heel erg leuk.